Goedemorgen iedereen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik ben nog steeds ziek. Ik heb net de vlog die ik gisteren nog heb geëdit in de rendere soap. Ik ga even ontbijten. Het is wel al half elf. Maar ik had ook gezegd dat ik misschien vandaag een uurtje rustig ging fietsen of even gewoon rustig ging lopen. Maar dat gaat er echt niet in zitten. Ik heb net zoveel, ik moet zoveel hoesten en ik heb zoveel slijmen. Dat ik dat niet ga doen. Ik heb gisteren Vicks op mijn borst gesmeerd. Dat was onder andere een tip die jullie hadden gegeven. Maar dat wist ik zelf ook, dus dat heb ik gedaan. En mijn Garmin die heeft ook verschillende dingen aan. Ik weet niet of ik jullie hier ergens kan zetten misschien. Dus mijn Garmin geeft aan dat ik als trainingsstatus overbelast ben. Ik denk dat dat onder andere te maken heeft met het feit dat ik een beetje ziek ben. Want mijn HRV-status, mijn Garmin, na 2 weken ongeveer, neemt dan een basislijn. En bij mij is dat nu tussen de 90... Allee, als je hem 2 weken aan hebt gedaan, en ik heb hem wel even mijn horloge, ik denk een paar maanden nu. Dus hij weet wel ondertussen wel mijn HRV-lijn. Die zit normaal tussen de 90 en 99. En nu mijn gemiddelde zit op 82 en afgelopen nacht zelfs op 64, dus dat is heel laag. En dat wil gewoon zeggen dat mijn lichaam veel rust nodig heeft. En ik denk ook dat ik dat ga moeten doen. Ja, je ziet ook mijn HRV gewoon helemaal naar beneden gaan. Mijn training readiness, hoe hard ik klaar ben om een nieuwe training te doen, is maar 5%. En normaal gezien zit dat zelfs tegen de 100. Dus absoluut niet klaar om te gaan sporten. Dus ik ga dat ook niet doen. Ik ga er niet over doen. Dan neem ik gewoon nog een dagje rust. Ja, dan is het maar zo. Normaal, deze week was voor mij een testweek. Ik weet echt niet hoe ik plots zo ziek ben geworden. Dat is echt gewoon van een op ander moment. Eergisteravond, als het normaal hier was, als na de TikTok live. Alleen na de TikTok live dat ik had gedaan, ben ik plots super ziek geworden. Dus ik weet, of super ziek, ja. Ben ik ziek geworden en ik weet echt niet hoe dat komt. Misschien gewoon te weinig geslapen de afgelopen tijd. Dus ik ben nu wel slaap aan het proberen inhalen. Want dat heb ik wel nodig, merk ik. En ja, voor de rest ga ik gewoon naar Nolwenn gaan vandaag. Morgen heb ik iets op gepland staan. Dus ik hoop dat ik me morgen weer al een beetje beter voel. Op zich voel ik mij nu wel ça va. Ik heb lekker geslapen, dus ik voel me niet of zo, niet meer ziek dan gisteren of zo. Gisteren was het echt wel pittig. Maar ik heb echt gewoon super lang in mijn bed gelegen nu. Ik ben wakker geworden om 7 uur, maar ik ben echt daarna gewoon een paar een beetje in mijn bed blijven liggen. Nog wat proberen dutjes doen en zo. Nog wat proberen slapen. Dus ja, het zal gewoon een beetje uitzieken zijn en hopen dat weg gaat gaan. Maar deze week had ik normaal, zoals ik zei, testweek. Dus een FTP-test was normaal vandaag. Ja, dat gaat hem niet worden. En deze zondag heb ik een 10 kilometer test, dus afhankelijk van hoe snel ik herstel. Het is woensdag nu, het is nog 4 dagen dus, dat ik kan herstellen. Als ik me niet goed voel, dan is het maar zo en dan doe ik geen 10 kilometer test. En dan is het gewoon direct verder trainen naar de 20 kilometer van Brussel, waarvoor ik morgen ook op tijd moet wakker zijn, want om 9 uur worden de laatste tickets online gezet voor de 20 kilometer van Brussel. En dan kan ik er eventueel daar kopen, dus dat wil ik wel graag doen. Maar super nice dat jullie hier zijn. Vergeet even niet te liken, vergeet even niet te abonneren. Ik ga proberen er het beste van te maken vandaag. En dan zie ik jullie zo weer terug. Oké, dames en heren. Zoals dat je zag in die vlog, was ik niet echt er helemaal bij. Zoals je kunt horen aan mijn stem nu, ben ik nog altijd een beetje ziek. Want dit is letterlijk de dag. Dit ga ik nu editen en uploaden, dus dit is voor jullie de dag waarin ik dit ga uploaden. Dus je hoort ook aan mijn stem dat ik nog niet echt helemaal beter ben. Maar die dag heb ik letterlijk, ik ben naar Nolwenn gereden met de auto. Ik was zo back-off. Ik heb gewoon middageten gegeten met Nolwenn haar familie. En dan ben ik letterlijk voor de rest de hele tijd gaan slapen. Dus ik heb niks kunnen filmen die dag. Ik heb een hele tijd gewoon in bed gelegen, dutjes gedaan, gewoon omdat ik zo uitgeput was. Ik had letterlijk een recovery score van 3 die dag, denk ik iets. Maar, dames en heren, ik heb mij vandaag weer ingeschreven voor een wedstrijd. En dat zijn ongeveer alle wedstrijden die ik ga doen dit seizoen. Dus ik ga die nu even overlopen. Ja, om even iets te zeggen en dat ik een titel heb voor deze vlog. Maar de wedstrijden, en dat jullie ook weten welke wedstrijden, voor welke wedstrijden ik aan de start ga staan. Dat jullie ook eventueel kunnen komen supporteren als jullie dat zouden willen. Eerst en vooral wil ik even nog zeggen, de reden waarom dat ik niet zo heel veel triathlons heb gedaan dit jaar, is omdat ik mij niet optimaal kon voorbereiden daarvoor, met het dagelijks vloggen, mijn laatste jaar op school en met mijn stage, dat ik eigenlijk fulltime moest werken, en bachelorproef, was het eigenlijk onmogelijk voor mij om
ook nog eens echt goed te trainen voor triathlon. Ik had het echt al lastig met af en toe mijn looptrainingen gewoon te doen. Looptraining was echt wel de limiet voor mij om het sporten te doen. Nu met de weken die eraan aankomen met één vak per week of één halve dag les per week, denk ik dat het iets makkelijker gaat zijn om de trainingen te combineren. Nu ben ik wel ziek geweest. Het is mijn eerste normale week terug, maar ik hoop vanaf volgende week dat het iets beter gaat gaan terug en dat ik toen rustig kan opbouwen. En ook vooral in de zomer dat ik kan doortrekken om weer goed te trainen voor triathlon, gelijk dat ik vorig jaar heb gedaan. Want de halve Ironman vorig jaar was mijn grote doel en dit jaar is dat ook weer. Dus dat is Challenge Almere. Dat is op 14 september en dat is in Almere, dus in Nederland, dicht bij Amsterdam. En daar ga ik een halve Ironman afstand doen. Dus als iemand van Nederland is en die wilt komen supporteren, dan moet je dat zeker en vast doen. En daar ga ik al sowieso op voorhand naartoe gaan. Maar ik ga nog een paar kleinere wedstrijden doen. De eerste wedstrijd die ik ga doen is waarschijnlijk op 7 juli. De short distance triathlon, duathlon in Aalst, pardon. Ik heb daar ooit al de triathlon gedaan en ik heb dit jaar gekozen om de duathlon te doen omdat het water daar zo slecht was en ik was daar ook ziek van geworden omdat dat water zo vuil is en ranzig dat ik daar de duathlon nu ga doen. En dat is ook al een keer een leuke afwisseling met een keer een wedstrijd en zo. Vorig jaar heb ik ook een duathlon gedaan hier in Nenderleeuw, maar die is afgelast. Dus ja, die kan ik hier niet meer doen. Dus en dat was een kwart, dat was de perfecte afstand. Heel leuk vond ik dat. Maar dit is een sprint duathlon. Dus dat gaat ook een keer iets nieuws zijn. En ook op zich wel leuk. En een goede training ook. Mijn eerste triathlon is normaal pas in augustus. Tenzij ik er in juli nog een vind ergens. Want ik wil super graag wat meer triathlons gaan doen. Maar er zijn er gewoon super weinig. De eerste triathlon die momenteel op het lijstje staat is de Staathlon. Dat is een kwart triathlon en dat is op 18 augustus. Dan de week erna op 25 augustus. Op 25 augustus ga ik de Mr. T doen in Gent. En dat wordt mijn thuiswedstrijd. Dus dat is de wedstrijd waar ik van denk dat de meeste van mijn kijkers zullen komen. Dus de inschrijving staat nog open en er zijn nog plaatsen. Het kost €44. En er is ook een Just for Fun en een trio triathlon. Dus als je iemand wilt fietsen, iemand lopen en iemand zwemmen, dan kun je een team samenstellen en dan kun je samen in dat team de triathlon doen. Of je kunt de volledige triathlon gewoon doen. Het is een sprint triathlon. Dat valt op zich allemaal wel mee. Maar die ga ik doen. En als jullie daar willen komen supporteren of kijken, is dat ook zeker leuk. Dus zetten maar jullie agenda 25 augustus, de Mr. T in Gent aan de Blaarmeerse. Dus voilà, dat zijn de wedstrijden die er momenteel op staan. Het kan zijn dat er hier en daar nog een wedstrijdje bij komt. Maar ja, dat kost allemaal ook gewoon veel geld. Die inschrijvingen telkens zo €40 hier, €40 daar. Kost wel veel geld. En bijvoorbeeld de 20 kilometer van Brussel, met dat ik ziek was die dag en de hele dag heb geslapen. Nee, de dag erna heb ik ook lang uitgeslapen. Ik denk dat dat 2 mei was. Ja, 2 mei de dag erna. En toen kwamen er tickets van de 20 kilometer van Brussel online. Was ik ook... heb ik ook alles uitverkocht. En was alles uitverkocht, heb ik ook geen tickets meer kunnen bemachtigen. En ik ben nu aan het hopen dat er iemand van mijn kijkers of iemand anders ergens nog een ticketje heeft voor mij, die ik kan overkopen. En dat ik zo dan toch de 20 kilometer van Brussel nog kan lopen eind mei. En dan voor de rest voor mij is gewoon focussen om mijn bachelorproef goed te brengen, mijn schooljaar goed af te ronden. En dan kijken we wel hoe snel dat de conditie opgebouwd kan worden. En zeker het zwemmen, want dat zal wel een focus moeten worden de komende paar weken. Want ik voel me echt nog niet comfortabel in het water en ik moet zeker wat meer uren nog in het zwembad gaan maken. Dus ik hoop dat jullie het een interessante vlog vonden. Als jullie aan een van de wedstrijden willen meedoen of kijken, of jullie hebben een vraag, laat zeker even weten in de comments. En dan ga ik daar op proberen antwoorden. Het spijt me dat deze vlog een beetje anders en korter was dan normaal. Ik kan er niet echt aan doen dat ik ziek ben. Hopelijk ben ik binnen een paar dagen terug wat beter. En kunnen we terug wat leukere video's maken. Dus ik zie jullie morgen weer in een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.